De boekjes. Jij hebt een afspraak met papa over boeken. En wat is de afspraak over de boeken? Als ik in een maand vijf. Ja, hoe teken je dat? Ja, je hebt er nu twee in, is helemaal goed, hè? Ik doe het zo. Vijf. Je wil het toch proberen, hè? Ja. Ja. Maar deze gaat wel heel mooi. Als je boeken uit hebt, dan gaan wij klimmen. Als je in één maand vijf boeken uit hebt, je had er al drie getekend. Ik teken er nog twee bij, dan hebben we er vijf. Vijf boeken uit, dan klimmen. Gaan jullie en ik klimmen. Hoe teken ik dat van? Dan gaan jullie klimmen. Mhm. Oké. Okay. Nee. Met drie boeken gaan we klimmen. Drie boeken. En met vijf boeken gaan we nog uit eten. Is klimmen. En vijf is uit eten. Nog extra dus. Oké. Okay. En heb ik 10 boeken uit, dan mag ik ook nog gaan slapen in een hotel. Wat een luxe. Wat een luxe plan. Alleen ik ben nu zelf, we zijn al echt bijna de maand, is echt al bijna weer voorbij. Want wanneer is de maand voorbij? Dat weet ik dus niet. Waar is jouw aftelkalender voor de boeken? Die hebben we, heeft papa alleen voor de vorige keer gemaakt, okay. Toen ik het niet haalde. En hoeveel boeken heb je al gelezen? Drie. Vraag even aan papa hoeveel dagen je nog hebt, tot wanneer het is. Mm-hmm. Tot je verjaardag. Nou, gaan we eens even kijken. Het is nu 8 januari, dus we hebben nog 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, 5 week, 6 weken en dan 1, 2, 3. Dus je hebt nog 45 dagen. Mm-hmm. Dat is hartstikke veel. Een maand zou 30 zijn, dus dit gaat jou lukken. Je wil heel graag een hotel, hè? Dat vind je zo leuk. Ja, dat snap ik. Dat is ook wel echt heel leuk. Vind je dit wel leuk om te doen? Oké. Okay. Ik loop wel een beetje af en dan kan ik het een beetje inhalen. Om beter te leren lezen, bedoel je, hè? Ja. Nou, gaan we terug naar deze, want dan hebben we ook de boeken klaar. En dan hebben we alleen nog over het niet slapen. Heeft me de 5 pieten samenhang, daar waar hij ontbreekt.